De Sustainable Development Goals, SDG-werkgroep van het ministerie van Regionale Ontwikkeling brengt een bezoek aan de verschillende vakantiescholen. De werkgroep doet dit in samenwerking met het ministerie van Sport en Jeugdzaken dat de vakantiescholen organiseert. De SDG-werkgroep zal in de periode van 3 tot en met 19 september deze bezoeken afleggen. Het doel is zoveel mogelijk jongeren in de vakantie te informeren over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Daarnaast wil de SDG-werkgroep deze jongeren ook bewust maken van de bijdrage die zij kunnen leveren aan het behalen van deze 17 doelen. Het initiatief van de RO-SDG-werkgroep is onderdeel van het project Technical Assistant of the Ministry of Regional Development. Dit project wordt uitgevoerd met technische en financiële ondersteuning van de UNDP. Het ontwikkelingsprogramma van de VN. De vakantieschoolactiviteiten zijn op elke dinsdag, woensdag en donderdag vanaf 3 tot en met 19 september 2019. Ze starten trouwens simultaan om 8:30 's morgens en duren steeds tot 1:00 's middags.